Ik ben Jana van Diepensteurne en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik op zomerkamp! Woe! Dus ik ga jullie deze week meenemen wat er te beleven valt op Zoka. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het thema van zomerkamp is altijd feest. Dus nou, dat past perfect bij mij. En ik heb er heel veel zin in. Ik ga even kijken waar mijn tent is en welke meiden er in mijn tent zitten. Dus dat is leuk. En ik ben niet alleen, want Zoe is hier ook. Dus die zullen jullie ook wel voorbij zien komen in deze vlog. Nou, dit is dus mijn tent. Daar slaap ik. Inmiddels is het al iets later en de opening is ook al geweest. Want dat was hier achter mij. En dat was super gezellig. Nu zijn alle ouders naar huis en moet ik nog even een uurtje wachten. En daarna gaat het beginnen, het programma. Dus ik ben benieuwd. Ik ga zo Zoe even opzoeken en kijken waar zij slaapt. Kijk Zoe daar eens goed bezig zijn. Het helemaal de afwas te doen en zo, dat hoort er natuurlijk ook bij kamp. Nou, ik heb Zoe gevonden. Hoi. Ja, en we hebben ook gelijk de turnhal gevonden, want daar zijn we nu. Ja, en we zijn nu op de trampoline. We zijn net op de vloer geweest en daarvoor op balk. Ja, en daarna gaan we sprong en daarna gaan we terug. Dus we laten jullie nu even de hal zien. Ja. S'nachts. En ik ga even mijn mascara eraf halen, omdat ik zo naar bed ga. Want ik ben inmiddels al wel heel erg moe. Maar morgen weer een nieuwe dag en hopelijk wordt die net zo leuk als vandaag. Dus we gaan het meemaken. Vandaag is alweer dag 2 op zomerkamp. En ik heb een kort nachtje. Korte nacht, want ik ging gisteren heel laat slapen. Maar ik ben gelukkig niet moe. Vandaag doen we de dagwandeling, dus we moeten heel veel lopen. En straks gaan we nog lekker de gymzaal in, dus ja, gezellig. Wat ik nou echt het leukste vind aan zo'n dagtocht is toch het van het kampterrein afgaan en lekker wandelen met gezellige meiden en ergens in het bos lunchen en zo. Dat vind ik wel leuk. Ik snap er echt helemaal niks van. Heb je dit gisteren niet gespeeld? Jawel. Nou dan. Dat was ik ook gelijk al. De stamp is wel erg moeilijk. Je hoort zo. Ja. Oh, dit is mijn voet. Ja. Oh, dit is mijn voet.
Het is alweer dinsdag en vandaag zijn we de dag begonnen met een ochtendtraining. En ik vond het heel leuk, want ochtendtrainingen ben ik vaak minder moe dan in de avond. Dus dan kan ik beter mijn best doen op de training zelf. En zometeen gaan we naar de zandvlakte toe om spelletjes te spelen. Wat ik super leuk vind, want ik vind die spelletjes op de zandvlakte vind ik toch echt het leukste van kamp. Kom op, kom op. Ja, dat denk je al naar achteren en je komt. Ja! Jongens, ik wil het! Nico! In de achteruit. En even uit voorborst, oké? Dat kan ik veel harder. Dansers kunnen dit harder. De Mika's en Auka's gaan naar Pampus. Pampus. Vannacht hebben wij dus in Pampus geslapen en Pampus is een huisje met twee verschillende zalen waarin één zaal je kan slapen en in de andere zaal ga je feesten. En daar hebben wij geslapen. En daarna zijn we vanaf Pampus naar het zwembad gelopen en toen gingen we zwemmen daar. Zo meteen gaan we nog even de gymzaal in en dat was alweer de dag voor vandaag volgens mij. Oh nee, vanavond hebben we nog een spooktocht. De spooktocht die wordt gegeven door de leiding. Dus de leiding gaat dan in enge pakken en make-up op en zo. En dan mogen wij die lopen en dan proberen ze ons te laten schrikken en hopen dat het lukt. Ja, dat is wel een mooi rondje. Oh, ja, dit was echt een heel leuk rondje. Nee, maar ik ga er wel een hartje bij zetten. Het is donderdag en we spelen nu een smokkelspel in het bos. En dat is een spel dat... Het ene team moet kaartjes naar het andere post brengen en het andere team moet kaartjes naar dit post brengen. Deze post. En degene die de meeste kaartjes heeft overgebracht, die heeft gewonnen. En zometeen gaan we naar Deventer, dat is dat de stop. Maar voordat we naar Deventer gaan, gaan we eerst omgekeerd verstoppertje spelen. Dus nu moet ik iemand gaan zoeken die verstopt zit. Yeah!
hebt net gezien dat we met het hele kampterrein en alle kinderen in een grote tent zaten in het midden. En dat was niet voor zomaar een reden, want Epke Sonderland is hier op het kamp. Super cool! Echt super cool. En vooral omdat hij net zilver heeft gewonnen op het EK. Dus dat is echt vet. Lieve meiden gevonden op kamp en die willen graag een handstandwedstrijd doen, dus dat gaan we nu doen. Het is alweer de laatste dag vandaag. Ja, morgenochtend hebben we nog een halve ochtend, maar dat is alleen de sluiting en spullen inpakken en zo. Maar ja, vanochtend gingen we met de showcas mee. Dat zijn de jongste kindjes. En daar gingen we een tochtje voor organiseren. Dus dat we spelletjes tijdens de tocht moesten doen. Dus dat was superleuk. En daarna gingen we met het hele kampterrein, alle kinderen die hier zijn, gingen we koningsspelen doen. Dus dat was ook heel leuk. Vandaar dat we al deze stickers hebben en zo. Maar nu gaan we met hele kamp eten en dan een feestje vanavond. En dat was het alweer. Trouwens, zomerkamp bestaat 60 jaar. Dus vandaar dat we nu met iedereen taart gaan eten. Dus dat zal ik jullie even laten zien. Ik heb iets meer meegenomen zodat we allemaal zo lekker taart kunnen gaan eten. Dit is dan alweer het einde van zomerkamp, wat heel jammer is. Ik ga het missen, maar ik heb er erg van genoten dit jaar. En volgend jaar ga ik gewoon weer, dus je bent nog niet van me af, zomerkamp. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer je zeker op ons kanaal en dan zie ik jullie terug bij de volgende video. En zomerkamp zie ik volgend jaar weer terug. Doei!